Zonder vaders geen moeders en zonder moeders geen vaders. Dit is de slogan van de zevende editie van Poetry and Beyond. Het thema is vaders en via Spoken Word, Muziek, Theater en Beeldende Kunst zullen verhalen over en van de vaders gedeeld worden op het poeldek van het Marriott Hotel. Poetry and Beyond wordt georganiseerd door Platform Support Suriname. Er wordt een platform geboden aan talentvolle lokale en internationale kunstenaars. Dit thema is een issue die jongeren prikkelt. Dit zegt Sulele Blinker, de oprichter van stichting Platform Support Suriname. Poetry and Beyond dat is vanuit Platform Support Suriname. En wij staan voor talentontwikkeling, profilering ervan en te mee omgaan. En op zo'n avond is het ook um, de kans pakken om die training eigenlijk uh, in werking te zetten. Dus hoe ben ik als um, performer? De rode draad is woordkunst en we gaan aan een conversatie aan met beeldende kunst in de vorm van een live painter. We hebben Giovanni Jona. Um, daarnaast is er muziek van uh, Amelie, James Francis, uh, Alec Petrus. The Answer, de band. Um, je hebt andere poëten als Gerrit Baron, uh, W, uh, Pieter W die gaat uh, public speaking doen en uh, Simone Urujikawa. en natuurlijk de kokolamp poets. Uh, wat je kan verwachten is eigenlijk een een walhalla van woordkunst, voordracht, good feeling. En als je naar huis gaat, dat je sowieso van, Hmm, dat was even anders, maar wel voedend. Blinker zegt dat Platform Support Suriname een goed 2017 heeft gehad. Het was een jaar vol creativiteit, geef zij aan. Het gaat niet zo gemakkelijk met de hele wereld. En um, als creatief persoon is dat eigenlijk een, een speeltuin. Met andere woorden, kijk, creatief zijn is voor mij niet op het podium staan en in kunstvormen te uiten. Maar creatief zijn is oplossend denken. Dus uh, voor Platform Support Suriname was het een goed jaar. De Lampoo Poets uh, Kweekvijver is gegroeid van 7 naar 40 leden. Um, dus ik zie dat er. Um, er is vraag naar. En um, we zijn ook blij met uh, de TV-networks die het nu uitzenden. En daardoor merken we dat uh, ons bereik wordt groter. Mensen die, die weten wat poetry is. Want poetry wordt vaak gezet in, de, in het kader van melancholies en drama kings, drama queens. Maar ik geloof erin dat um, ja, het is veel meer dan dat het is. Een, uh, het is een ventilatie van die jongeren, uh, ventilatie van mensen die daar zijn. En het is altijd mooi als performer om een uitdaging aan te gaan, om het thematisch uh, aan te pakken. Souly Blinker, poetry performer, tevens oprichter van de stichting Platform Support Suriname. De stichting organiseert zaterdag haar eerste poetry and beyond in het courtyard bij Marriott Hotel.